starving. I'm finding love, I'm hiding. I'm searching, I'm loving. I'm finding love, I'm hiding. I'm searching, I'm loving. I'm finding love, I'm hiding. I'm searching, I'm loving. I'm finding love. Vandaag zijn we op het Gemeentelijk Gymnasium voor de Inspiratiemiddag. Het is ook voor ons wel een spannende middag. Want vandaag gaan die 100 tweede klassers gaan de workshop volgen van de derde klassers. Wij gaan een workshop geven van discipline. We gaan een workshop marketing geven aan de tweede klassers. Wij geven een workshop over mindfulness. En ik hoop dat ze een andere kijk gaan hebben op marketing. Nou, we hopen dat ze wat steviger in hun schoenen staan. Dat is het belangrijkste, omdat in het leven kan je ook niet alles doen. Anders gaan denken ten opzichte van de rest. Wij geven die ruimte om dat te doen. We trainen ze om dat te doen, maar elke keer als ze het toch ook vandaag nou weer gaan doen, nou, dat is echt heel bijzonder. En de impact op die tweedejaars is echt enorm. En ook voor hunzelf, omdat ze dit soort dingen gewoon nergens anders leren en nergens anders kunnen doen als nu. I'm loving, I'm finding love, I'm hiding, I'm searching. I'm loving, 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 loving. Ik wil mee met Kai. Dingen geleerd die je normaal op school niet leert. Eigenlijk in alles iets positiefs moet zien. Ik heb mezelf meer leren kennen. Om rustig te blijven, ook al heb je morgen een moeilijke toets. En over wat mijn kwaliteiten zijn. Ik vond het heel gaaf dat er een jongen was die zijn verhaal vertelde over dat hij gepest was. En dat de hele groep daarnaar luisterde en er echt respect voor had. Hoe ik echt aan sommige kinderen zag dat ze er echt iets aan hadden. Hoe sommige tweede klassers iets bijzonder vertelden. En dat de groep daar dan ook heel goed op reageerde. Nice. Onderwijs gaat over groeien en leren. Nou, die combinatie bereikt SARF. Inspiratie van SARF! I'm finding love.